René ergert zich groen en geel tijdens deze transferzomer. Rellen tijdens de eerste thuiswedstrijd van FC Twente. En samen met Lars Oenestal bespreken we het aankomend seizoen van FC Twente. Het is 1 augustus, dit is de eerste helft van 1Twente. Voetbaltijd met René Wagelaar en Lars Oenestal. Heren, welkom. De aftrap. Daar zijn we. Daar zijn we. Een nieuw jasje. Ja, letterlijk even. Ja, ik heb ook een nieuw jasje. Ziet er maar die is uit. Van een sponsor. Dat is weer wat anders. Die is niet van mezelf. Leuk dat je er bent ook, Lars. Ja, dit is wel een wat andere setting dan waar we voorheen zaten. Hè? Ja, dat zeker. Vind je het leuk? Ja, leuk studio. Wat anders, hè? Ja, ziet er mooi uit. Ben je ook tevreden, René? Kent, superman. Ja. Echt waar. Ontzettend veel zin in. Heel andere entourage natuurlijk weer. Het is allemaal... Wat anders, hè? Stukken professionele, maar daar hebben we het al veel over gehad. Het is eindelijk zover we kunnen beginnen. Er komt heel mooi nieuws bij, maar daar gaan we het allemaal tijdens deze uitzendingen over hebben. Lars, je kende toch 1Twente al? De omroep. FC Twente, de omroep zelf, die altijd bij jullie zijn op trainingen. Ja. Ja, is wel bekend natuurlijk. Gelukkig. We gaan het er allemaal over hebben. Ook zometeen over jou, Lars. Zometeen met je contract. Ik ga je nog niet feliciteren, want dat gaan we zometeen allemaal doen. Maar René, jij bent gepromoveerd. We hebben zelfs helemaal een item voor jou ingeschetst. Elke week trap jij af met jouw aftrap van de week. Dat heb je mij wel gevraagd. Ja, let erop. Afgelopen weken belde jij mij al. En we doen het elke week. Dan trap je af met een spraakmakend moment. Alleen de zomerstop is geweest. Dus heb ik jou gevraagd, kijk even terug naar de gehele zomer. Ja, en jij hebt aan mij dat jij groen en geel ergert aan de transferzomer. Wat bedoel je daarmee? Ja, dat moet je zien als... ik kom uit een tijd dat je bij Jong Twente 400 gulden in de maand had. Ja. Dus moet je even rustig nadenken. 400 gulden in de maand in Jong Twente. Ik ben nog van voor de gulden. Dus dan weet je hoe oud ik ben. Maar nou komt het. Dat we dan nu praten deze zomer over topspelers. En dan moet je dat maal zoveel doen. Dat weet ik allemaal. Die dan rond 500 of 700 miljoen gaan verdienen per jaar. Is voor mij alle aardigheid eraf in de top. Ja. Dat vind ik niet leuk meer. Je hebt dat is niet natuurlijk meer... over de spelers die naar de zandbak varen. Ja, onder andere. En zelfs uit het rechterrijtje van de Eredivisie spelers. Ja. Anita, Kadoes van... waar zat hij nu het laatst? Even kijken. Die gaat zelfs nu naar de zandbak toe. Ja. Dat soort spelers gaan allemaal al weg uit Nederland om puur voor het geld. En we hebben hier straks Lars die bijgetekend heeft. Nou, dat geeft aan dat er ook nog mensen zijn die het wel leuk vinden om voor een oké salaris ook in Nederland te maar blijven. Maar je had het voornamelijk over echt die grote spelers. Ik heb hier even een lijstje gemaakt. Benzema, salaris 200 miljoen. Ronaldo, 200 miljoen. Kante, 110 miljoen. Malcolm, Neves, Koulibaly, Firmino, Mahrez. Ja, daarom. En dat zijn geen bedragen meer dat je... Ja, de verhouding is totaal scheef. En snap dat jij vind dat niet die leuk. Mensen weggaan, Lars? Voor dat geld? Ik snap wel dat iemand daarover nadenkt. Als iemand zegt van kom hier naartoe en je verdient in 1 jaar 100 miljoen of in 2 jaar of 3 of 4 jaar, maakt niet uit. Ja. Maar dat snap ik wel dat ze daarover nadenken. Omdat de voetballerij is ook een bepaalde tijd waar je in kunt zitten. Ja. En ik weet niet welke speler het was, maar ik las ook een interview van maar als ik dit nu doe, dan kan ik voor de kan ik iets doen en ik kan iets betekenen voor de stad of het land waar ik vandaan kom, kan ik ook iets betekenen. Ja. Dus, als ze dat doen, zou dat top zijn. Maar het ging mij er meer om, Lars, dat het is, je maakt die sport als het ware kapot. Dus dat die jongens daarvoor kiezen, direct geen seconde jaloezie of wat dan ook. Ja. Maar het gaat mij er meer om dat de sport kapot gaat. Maar je kunt nooit meer, als jij, stel jij verdient bij Twente 100 miljoen per jaar, je staat hier te keep en je laat er 3 door, dan zul je niet zo gedreven meer zijn dan dat je denkt bijvoorbeeld... Ja, want geld komt toch wel binnen. Geld komt toch wel binnen, het wordt makkelijk. Nou ben jij zaakwaarnemer geweest, René. Stel je nou voor, je was de zaakwaarnemer van Lars. En René die komt naar jou toe en die zegt, Lars, je mag naar de zandbak voor 50 miljoen. Had je dat dan gedaan? Ik denk nog steeds niet, nee. Nee? Omdat, waarom? Ik gewoon weet dat het niet het leven is wat ik wil leven daar. Ja. Dus of ik ga daar helemaal alleen naartoe en mijn gezin blijft hier. En dat kan ik nu echt niet meer. Nee. dat voel ik ook niet. En, 50 miljoen laag. Ja, ik weet. Nee. Maar ik heb ook een beetje het geluk. Ik heb ook al een beetje geld verdiend. Dus ik heb niet bij Schalke voor niks gevoetbald. Of bij PSV heb ik ook iets gekregen. En bij Düsseldorf, Venlo, ik heb overal iets meegenomen. Dus dat is wel goed. Dat is zijn instelling. Je moet ook niet altijd kijken, wanneer is het geld genoeg? Ja. Voor sommigen kan het niet genoeg zijn, voor sommigen is het snel genoeg. Ja. Dus ik heb prima geld verdiend en dat doe ik nog steeds. En voor mij is het gewoon genoeg. En ik kijk naar meer dat ik me goed voel en mijn gezin het goed hebt. Dat heb ik hier. Hele goede instelling. Nou, mooi. Mooi dat jij er zo in staat. We gaan even kijken langs de velden. Ja,
bij Langs de Velden gaan wij een rondje maken. Langs de Velden natuurlijk. Gaan we even al het voetbalnieuws wat niet met Twente en met Heracles te maken heeft bespreken. Laten we beginnen met Barcelona. Die hebben op de nacht van zaterdag op zondag de eerste El Clasico van het seizoen gespeeld tegen Real Madrid. Ja, de Catalanen die hebben daarmee met 3-0 gewonnen. Frenkie de Jong was weer magisch. Heb jij het gezien, Lars? Of lag jij toen al in je nest netjes? Ik denk ik lag... Zaterdag of zondag, dan lag ik denk, te slapen. Ja. Maar jij hebt wel de doelpunten op zich. Ik heb ze wel al gezien, ja. Maar, die waren fantastisch, natuurlijk. Ja, dat is tof voetbal, dat kun je zien. Die dead ook, hoe die met een kruising jaagt, dat is top. Barça of Real? Waar ik voor ben? Ja. Geen van tweeën. Nee? Nee. Maakt me echt niet uit. Ik heb geen gevoel dat ik denk, oh, die ben ik voor als speler ook 10 Nederlanders of 2. Wat vind je mooi, wat uit de historie ook. Beide, is het niet Barcelona dan een beetje Nederlands? Nee, dat heb ik nooit gehad. Okay. Toen Johan Cruijff er naartoe ging in de jaren 70, die begon. Ja, toen keek ik nog wel eens, maar ik heb niet iets van, dan ben ik in één keer Barcelona-fan. Nee. Lars? Ik zou dan van Barcelona gaan, omdat ze een Duitse doelman hebben. Ja, andere te zeggen. Ja, dat snap ik wel. Ja. Lars Unestal heeft afgelopen maandag bijgetekend bij FC Twente tot 2017. Dat laat de Duitse doelman weten dat hij helemaal op zijn plek is bij de ambitieuze club uit Overijssel. Ja, laten we de Duitse doelman zelf vragen. Lars, van harte gefeliciteerd. Ja, ook namens ons allemaal. Ja, René, we hebben een klein geitje voor meegenomen. Ja, zeker. Klein flesje. Mag jij Lars hebben gegeven namens ons? Oh, dankjewel. Hoeveel wij. Geniet ervan. Hé, wat leuk man. 2027. Waar komt die keuze uiteindelijk vandaan? Het was niet zo moeilijk voor mij. Dus we gingen in gesprekken en dan was het denk ik na een paar meetings was het al klaar tussen mijn zaakwaarnemer en Arnold en Jan. Dus het was niet zo moeilijk. Ik wist sowieso dat ik nergens naartoe wil. Ik wil graag hier blijven. En dus was het wat mij betreft heel makkelijk om daar snel uit te komen. Heb je nog getwijfeld? Nee, echt niet. Ja. Het stond vast? Het stond vast voor mij, voor mijn hele gezin, dat we gewoon hier wil blijven. Zit op je plek? Ik zit op mijn plek. We hebben iets moois gebouwd in die 2 jaar waar ik nu hier ben. En daar wil ik ook graag bij zijn als het dan hopelijk verder omhoog gaat. Ja, tuurlijk. Dat begrijp ik. Want Arnold was ook zeer positief over hem als persoon in de groep hoe die is. En dat hij bij de club past. En Arnold kennende is dat gemeend. Dus het is een hele goede stap voor hem. Ja. Nou, we hebben je er graag ook bij hoor, Lars. Dankjewel. Leuk dat je er bent. naar Nederlands vrouwenvoetbal. Want die hebben dinsdagochtend om 9:00 Nederlandse tijd gespeeld tegen de dames van Vietnam. 7-0 uiteindelijk geworden. Die zijn door naar de knock-out fase. Ja, René. Ik denk dat toch mooi voor het Nederlands voetbal, toch? Nou, ik slaap dinsdagsmorgens altijd uit. Oh, dus je hebt niet gekeken? Dus ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Nee, jij bent ook een jaartje ouder, dus ik snap dat ook wel. Dat heb ik nodig op dinsdagochtend helaas. En als ik iets niet leuk vind, is damesvoetbal. Ja, dus, heb je niks mee? Ja, ik kan er helemaal niks mee. Sorry. Los daarvan, René, is toch mooi voor het Nederlands voetbal? Ja, het is heel mooi voor Nederland. Ja. Het is hartstikke leuk om te horen en te zien misschien. Maar ik heb er niks mee, Mick. En je mag me het hele seizoen nog vragen. Maar ik ga ook niet kijken. Nou goed, dan laten we daar kort bij. Dan gaan we het hebben over FC Twente. Ja, afgelopen donderdag weet FC Twente thuis te winnen met 1-0 tegen de Zweedse Hammarby. Mooie wedstrijd uiteindelijk. Er is nog wat anders gebeurd, daar gaan we het zo meteen even over hebben. Laten we het eerst gewoon over de leuke dingen hebben over de wedstrijd. Ja, was een mooi pot toch, René? Ja, hartstikke mooi. Twente, gewoon veruit. Jammer. Je mist op dit moment misschien nog even net dat tweede, derde goaltje die iemand kan maken op dat moment. Er waren wel wat paar kansen. Flap op de lat. Ja. 1-0 is aan de magere kant, maar dat weten we. Ja. Maar normaal gesproken moet Twente wel kunnen winnen. Ja. Kijk, Hammarby is misschien... Lars, had jij er gewoon een kleren ook aan kunnen houden, denk ik. Maar je hebt volgens mij geen bal gehad, hè? Cool. Eerste helft helemaal niet. Nee, dat bedoel ik. Ja, volgens mij ook niet. Nee, daarom. Eén keer kwamen ze een keer voorlangs.
Dat was een, ja, dat heb je altijd in 90 minuten. Ja, ja. Je komt altijd een kansje. Ja. Maar normaal gesproken, nee. Maar, nogmaals, kunstgras. 30.000 van die halve die daar op de tribune zitten te schreeuwen. En te doen daar gins weer. Dus ik denk dat het nog niet zo gedaan. Twente moet wel scherp beginnen. En snel een goaltje maken. Ja. Dan is het denk ik gebeurd. Gaan we zo meteen over hebben. Ik was toch benieuwd wat jij van Keulen vond. Want ik in mijn ogen viel die wel op. Wat vond jij daarvan? Ik vind dat Keulen vorig jaar al heel veel meer had kunnen spelen. Ja. En moeten spelen. Want ik ben zeer, zeer gecharmeerd van die jongen. Dat is een speler die altijd vooruit denkt. Je ziet hem niet, je hoort hem niet. Maar hij is er altijd. En altijd naar de goede kleur, let maar op. Ik denk dat hij samen met Sadilek zomaar het blok kan vormen voor de verdediging. Mocht Eiting eventueel niet komen, kan dat prima. Wat komt hij in jouw ogen? Ik heb het nog steeds op 50-50. Uiteindelijk heeft hij bij Volendam niet zo heel veel meer te zoeken. Ja. Want daar is toch wel een beetje ellende geweest tussen die twee partijen. Ja. En nog steeds. Maar of Twente hem echt nodig heeft, dat betwijfel ik. Want als ik dit middenveld zie, en als dit in elkaar past met Stijn op 10 die altijd scoort, mm-hmm. Daar weet je hoe ik erover denk, dan denk ik dat dit ook zomaar in het potje kan vallen. Ja. Dat dit echt dat dit kan passen. Galde ervoor, Van Wolfswinkel erachter, dat wil zeggen, als invallen, van dat links buiten en rechts buiten moet er wel wat bij komen. Ja. Nou, je ziet dat Ross veel tekort komt en aan de andere kant Flap geen links buiten is. Dus je zou wat kunnen verwachten aan de buitenkanten nog. Maar ik hoop wel snel, want het moet nog ingespeeld raken. Hoe keek jij na afgelopen donderdag zelf, Lars? Je stond op het veld. Misschien is dat lastig dan... Nee, ik denk hetzelfde over. Ik denk dat we gewoon de betere ploeg waren. Maar ja, we misten gewoon echt nog 1-2 goals. Ja. Voor de eerste helft, als Hammarby nog probeerde op te bouwen van achteruit. Daar pakten we een paar keer die bal goed af. En ja, die ballen moeten dan gewoon afgestraft worden. En dan ziet het natuurlijk iets anders uit dan 1-0. Maar ja, nog moeten we met onze kwaliteit daar ook gaan vechten. Dan weten we dat ze, als ze eentje kunnen, dan is het vechten. Ja. En daar moeten we tegenaan. En dat gaan we sowieso doen. Ja. Nou, kunstgras? Heb je dan een hekel aan of maakt jou niet veel uit? Ja, mijn lichaam vindt het niet heel fijn. Maar nee. Maar met de bal en zo wel, maakt jou niet zoveel uit. Als ze het niet sproeien, kan het nadeel zijn. Ja, dat zeker. Dan kan het nadeel zijn. Maar ja, dat is dan op beide kanten. Ja, dan is dus, het Ja. Tuurlijk, zij zijn het een beetje gewend op kunstgras. Maar snel een goal, die bal loopt lekker. En wij kunnen goed voetballen, goede positiespel. En vertrouwen in jezelf. Dat is het. Nou, dat vechten waar je het al over had, dat gebeurde al eigenlijk in de tweede minuut. Toen kwam al gelijk een gele kaart. Toen werd de toon al gezet. Maar helemaal na de wedstrijd natuurlijk. We zien hier de beelden op de achtergrond die op Twitter zijn rondgegaan. Ja, drama wat daar is gebeurd, toch René? We moeten er misschien niet te lang over hebben. Nee, want er is al genoeg over gezegd. Maar ik wil het heel kort houden. Hoe heb jij hier naar gekeken? Nou, ik denk meteen aan Den Haag als ik dit zie. En waarom denk ik aan Den Haag? Dat het kabinet of het Rijk, zeg maar, wie er ook achter zit, iedereen moet eraan meewerken dat we een systeem krijgen dat dit niet kan gebeuren. En wanneer kan dat? Dat er een bedrijf is die heeft het al uitgevonden, dat je met een finger-ID met je eigen kaart alleen maar naar binnen kan. Okay. Met andere woorden, jij wil met mijn kaart naar binnen of Lars wil met mij, kan niet. Dus elke supporter heb ik geregistreerd. Echt, kost een stadionverbod is een stadionverbod. Een stadionverbod is een stadionverbod, maar die komt er niet in het poortje, zegt piep en je komt niet binnen. Ja. Dat zijn systemen, die zijn al klaar. Nou, als je die invoert, hebben we dit al niet. En die mensen die ze nu kunnen krijgen op beelden, levenslang eruit. Bom. Ik zou een referendum starten als ik jou was, René. Hoe zei je? Ik zou een referendum starten als ik jou was, want dat ziet er goed uit. Nee, maar het is simpel. Maar blijkbaar willen ze in Den Haag toch niet echt doorpakken daarmee. Want dit hebben we al 40 jaar. Ik ben wat ouder dan jullie. He, je zegt, dat weet jij. Maar elke keer is weer, dit mag niet meer gebeuren. Dit mag niet. Je kunt alles wel... Ja, en zeg maar dat het niet meer doorgaat. Nee. Dat kan wel. Dat kun je wel voor elkaar krijgen. En na dan, Lars? Schok je een beetje? Zeker, als je daar je staat op het veld, we willen nog een rondje draaien en de supporters bedanken. En aan de andere kant gaat het opeens los. En ik vind ook dat het gewoon niet kan. En ik hoop ook dat het dan nu donderdag gewoon rustig blijft en we gewoon lekker kunnen voetbal kijken. Ja. Nou, ik hou mijn hart vast en de mensen op Instagram blijkbaar ook, want zij mochten een vraag insturen. Jelme7665 vraagt op Instagram aan jou, Lars. Hoe denk je dat de wedstrijd van donderdag dan gaat verlopen? Buiten het veld. Ik hoop zeker rustig. Maar je weet het nooit. Maar ik kan alleen zeggen van iedereen die daar is. Ga lekker voetbal kijken, een biertje drinken en dan... Maar ze komen blijkbaar de stadion niet in. Er kunnen geen uitsupporters naar binnen. Dit is allemaal geblokkeerd. Dus volgens mij kan niemand het stadion in. Paul van der Kraan die had gezegd eerst niet. En nu hadden de supporters zelf gezegd, kom maar wel. Want wij willen wel laten zien hoe het komt. Ja, wat moet je nou doen als supporter? Dat gaan ze niet meer doen. Dit blijft dicht, klaar. Okay.
Het is nu dinsdag, dat gaan ze niet meer doen. Nee. Dus en ook beter, maar goed. Oké. Lars, de start van de Eredivisie komt weer aan. 13 augustus beginnen jullie tegen Almere. Ik ben wel benieuwd, heb jij persoonlijke doelen of kijk je naar zo'n seizoen, zo'n start, dat je denkt van, nou ja, voor dit seizoen wil ik zo vaak de nul houden? Of ben je daarmee bezig? Nee, echt niet. Dus persoonlijke doelen zijn altijd, ja, ik wil het graag nog beter doen dan laatste seizoen. Ja. Dus daar kan iedereen dan iets van denken van, ja, dan wat moet hij meer keer die nul houden of nog minder tegengoals. Maar ja, soms kan het gewoon. We kunnen ook opeens kampioen worden en ik heb alleen 2 keer die nul gehouden en we hebben 35 tegengoals. Ja, maar dan was het voor mij, als je daarnaar kijkt, slechter dan dit seizoen, maar in totaal weer beter. Gewoon beter. Ja. Dus wat bij jou, dat mag ook. Teambelang vind jij dan belangrijker? Ja, dat is sowieso. Als we gewoon, wij willen ook als team weer beter staan dan de laatste seizoen. Ja. En daar willen we naartoe. En wat hebben jullie daar wel over? Wat zijn de doelen voor dit jaar als team zijn? Ja, gewoon weer beter staan dan laatste seizoen. Dus het liefste weer direct voor de kwalificatie in Europa staan. En ja, nu ook gewoon de groeps vasthalen van de Conference League. Ja, dat zou wel een jaartje mooi zijn. Ja. Ook voor de jongens die erachter zitten. Jeugd die kansen krijgt, die meereizen, die ervaring, geld. Er zitten heel veel voordelen aan. Ja. Tuurlijk. Maar de Eredivisie, het is heel vroeg. Ik begrijp het echt, want jullie zijn nog aan het voorbereiden. En er kunnen nog spelers bij komen. Maar mag je iets zeggen over, zou het kampioenschap reëel zijn? Ja, ik weet niet. Je zit hier nu, dus ik denk, geen idee. Tuurlijk, laatste seizoen waren we vijfde, daarvoor vierde. Nou, maar ja, de eerste seizoenshelft speelden jullie gewoon nog bijna mee vorig jaar. Ja, zeker. Ja, je kan altijd ergens iets terugkijken van als we laatste seizoen wedstrijden, dan Volendam of Heerenveen. Als we die gewoon winnen, als we ze moeten winnen. Ja, dan zit je die hele tijd bovenbij. Ja. Maar ja, dat is gewoon voetbal. Dat kan je niet altijd. Dat weet je niet van tevoren. Ja, dat weet je niet van tevoren. En je ziet Feyenoord is kampioen geworden. En die hebben ook het voordeel gehad van een heel slecht jaar van Ajax en PSV. Dus soms zit het ook mee. Ja. Stel dat Ajax zo door blijft gaan als nu, dan is Twente die al kwijt als concurrent. Dan heb je alleen nog PSV, AZ en Feyenoord voor je. Ja. Ja. Niet dat dat niet kan of wel kan, maar het is. Ja, het ligt ook aan hoe draait de rest. Ja. Ik wil niet altijd zeggen dat je veel koopt. Je bent afhankelijk ook van anderen. Precies, precies. En, maar minimaal wel Europa League. Dat is wel het doel, toch? Om dat te behalen. Ja, Europa League, Conference League, gewoon internationaal. Ja. Ook volgende jaar weer erbij te zijn. Heb je er vertrouwen in? Ja, zeker. Zoveel vertrouwen dat je een weddenschapje wil doen? Ik zie dat je een hele mooie knot op je hoofd hebt. Ja, maar daarover gaan we niet. Nee, echt ruzie met mijn vrouw. Ja. Nee, dat willen we niet hebben. Nee, dan wil ik geen ruzie. De eerste gast die ruzie krijgt thuis. Ja, dat krijgen we dan nu al. Moet je nagaan bij de allereerste uitzending. Oké, nou ja, laten we gewoon hopen op een heel mooi seizoen voor jou en het hele team. Ik hoor ondertussen al het fluitsignaal. Volgens mij is de rust alweer aangebroken. Het was een 1-4 in de eerste helft. Dank je wel, allebei. Zometeen gaan we het hebben over Heracles, dus blijf hangen en dan zijn we zo meteen weer terug. Tot zo!